Dat gebaar zegt alles, dames en heren. Sanne Voets en Demantuur van Ernst Vivaldi. De vierde combinatie in deze Gelderlandprijs. Ja, ze wisten het eerste onderdeel te winnen. En wat gaat het worden in deze kuur op muziek? Hebt u het mooi gevonden? Mag u het nog eens laten horen hoor. Voor Sanne Voets en Demantuur. Goud in Rio. Wordt het ook goud in Ermelo? Resultaat voor George Campagne en Count. Technisch 64,150. Artistiek 65,400. In de kuur dus een gemiddeld percentage van 64,775. En over beide onderdelen voor George Campagne eindresultaat 131,385. Op dit moment een derde plaats. Frank Hosmar aan de leiding, eindscore na twee onderdelen is 152,755. Alle 10 deelnemers verwachten straks in de piste voor de prijsuitreiking meteen na afloop van de kuur. Wat hebben we nog meer? We hebben vanavond de finale ZZ Zwaar Kuur op Muziek en we hebben de finale Lichte Tour Kuur op Muziek. Nog twee kampioenschappen die vandaag beslist gaan worden. Binnenrijdt Lotte Krijnsen. Maar toppaard Rozenstolz, de inmiddels 11-jarige dochter van Roodspoon en de wereldkampioen Henk Sandro Hit. Lotte Krijnsen start ook in grade 4. Was op het EK winnares van twee bronzen medailles. Dames en heren, de vijfde combinatie in de kuur op muziek. Finale van het NK paardressuur de Gelderlandprijs. Rozenstolz met Lotte Krijnsen.